Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een video waarin we weer een stukje gaan klussen met de vrachtwagen. De vorige video hadden we de kast erin gezet en toen heb ik jullie ook een stukje meegenomen in dat ik stickers wilde bestellen met onze namen voor op de vrachtwagen. Die zijn ondertussen binnen en die gaan we straks op de vrachtwagen plakken. Ik heb ze hier voor me liggen. Ik zal eerst even laten zien, hier ligt het. Ik heb deze, had ik in allereerste instantie besteld, zeg maar. Onze namen met de Nederlandse vlag ervoor. Alleen, toen hebben we deze even bij de vrachtwagen gehouden, maar dit is echt te groot. Dit past niet op de plek waar we hem willen plakken. Plus, ik had ook maar voor één kant besteld. En we waren ook niet helemaal overtuigd van het lettertype. Dus ik heb daarna later een wat kleiner lettertype. Een ander lettertype en een wat kleiner formaat besteld. Deze. Met de Nederlandse vlag ook weer. En deze zijn precies goed. Deze is zeg maar qua breedte 6 centimeter. Alleen hij is te lang. En deze is qua breedte 4 centimeter. Dus ik heb hem zeg maar 2 centimeter kleiner gedaan. Wat wel gek is, is dat ik heb het op exact dezelfde manier besteld. Zoals deze. Gewoon zeg maar, kijk mijn naam bovenaan en dan die van mijn zusje. Zo heb ik deze ook besteld. Alleen hier staat de naam van mijn zusje bovenaan. En die van mij onder niet dat veel uitmaakt. Want hadden we natuurlijk om kunnen wisselen. Alleen, ja. Deze gaan er dus nu zo meteen op. Ook ga ik vandaag nog met Ivy wat rijden. Een beetje wat trainen. Ik heb van de week les gehad. En dat ga ik nu, zeg maar, verder trainen. Dus dat zal ik straks allemaal uitleggen. Maar we gaan in ieder geval eerst dit op de vrachtwagen plakken. Ik ben super benieuwd hoe dat gaat staan. En we moeten ook even goed kijken hoe we dat gaan doen. Want de laatste keer dat we stickers gingen plakken, dat ging niet zo heel goed op dat hindernismateriaal. Dus maar komt wel goed. Oké, nou, ik sta nu bij onze vrachtwagen. Ik sta er een beetje half in. Want het is echt vet koud. Het was van de week, was het richting de 22 graden, denk ik. En toen heb ik gewoon, nou ja, mijn oma liep bijna zelfs in een half korte broek buiten. En ik vond het gewoon echt warm om zeg maar te rijden. Dus het was gewoon eigenlijk perfect. Het hoeft voor mij ook niet veel warmer dan dat. Maar nu is het echt zo koud. Het is echt iets van 7 graden. Maar ik loop net naar buiten en ik had mijn jas zo half open. En ik dacht, veel te koud. Maar mijn vader is in ieder geval nu eventjes een soort van, volgens mij heet het iets van wasbenzeen of zo. Ik weet het niet heel goed, maar dat is zeg maar om het vet vrij te maken en schoon te maken. Want als we nu die stickers op een vettig stukje plakken, dan laat het natuurlijk super snel los. Alhoewel, het zijn wel stickers die speciaal voor auto's zijn. Dus ja, yeah. Ik hoop dat ze zeggen dat ze er lang op blijven zitten. Maar volgens mij hadden ze het zelf iets van 5 jaar of zo, dacht ik ook. Maar weet ik niet precies. Maar goed, in ieder geval, ik heb het uiteindelijk wel op een normale site besteld. Niet op een site voor echt specifiek paardenvrachtwagens. Omdat het daar gewoon echt 10 keer duurder is. Wat ik de vorige keer ook al zei, dat als het met paarden te maken heeft, dan betaal je heel vaak meer de naam dan de kwaliteit. En ik betaal liever dan een keertje extra. Deze kosten volgens mij 6 euro of zo. 6,95. Dat betaal ik dan liever een keer dan dat ik iets van 40, 50 euro ga betalen voor één kant. Of voor twee kanten, ik weet niet precies. Maar ja, we gaan het wel zien. Dus ze komen, ik zal ze ook laten zien waar ze ook komen. Ze komen op de deuren. En dan gaan we het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, de naam was wasbenzine en niet wasbenzeen. Maar goed. Dit is dus de plek waar de namen komen op beide kanten van de auto. Zo is het dus aan beide kanten zichtbaar. Ik zat eerst te denken, ik doe het aan één kant. Maar toen dacht ik, ja, welke kant ga je dan doen? Dus we gaan gewoon twee kanten doen. Ik ga het dus eerst eventjes ontsmetten en schoonmaken met wasbenzine en een doek. Ontvetten. Niet ontsmetten. Nee, ik zei schoonmaken toch? We hoeven nu niet van te eten, dus het is niet ontsmetten. Oké, ik leer nog een hoop nu. Maar goed, moet je gewoon op die doek doen? Ja. Mag het op je handen komen of niet? Ja, als het dan maar niet gaat aflikken. Oké, nou, we zijn hem nu aan het kijken hoe hij op de deur moet. We willen hem dus hier plakken, waar ik net natuurlijk ook uiteraard schoongemaakt heb. Maar we hebben net met een blauwe stift twee puntjes gezet van waar hij ongeveer moet komen. We willen hem namelijk niet te dicht bij het handvat, maar ook wel een beetje, ook niet helemaal onder de spiegel. We moeten alleen even kijken, want we hadden net een waterpasmeter ding.
Alleen de auto staat natuurlijk niet helemaal recht met wat waterpas is. Ook omdat die hier niet op een helemaal gelijke ondergrond staat. Dus we gaan het eventjes op een andere manier doen. We gaan het met een meetlintje doen en dan kijken we zeg maar hoe ver vanaf hier naar daar, zodat hij natuurlijk wel recht zit. Oké, nu hebben we even een streep opgezet. Wees niet bang, dit is gewoon een whiteboard marker, dus je vecht het er zo vanaf. We hadden net een streep gezet en toen hadden we het even opgemeten. Toen was hij toch iets schuin. Nu is hij echt precies vanaf hier 6,5 centimeter en hier ook. Eventjes recht getrokken met die. Dus het wordt nu tijd om de sticker erop te gaan doen. Dus ik ga hem er even bij pakken. En ik had net al een beetje gekeken, maar volgens mij kun je gewoon heel voorzichtig de achterkant eraf halen. En dan moet hij op dit voorste folietje blijven plakken. En dan kunnen we hem er zo op plakken. En dan moet hem natuurlijk zo strak mogelijk, dat er geen vouwen en dingen in komen. Dat zou zonde zijn. Dus ja, wij gaan dat nu eventjes even goed bekijken hoe we dat moeten doen. Oké, kijk, we hebben nu dat achterste folietje eraf gehaald. Dus dan zit zeg maar, dit is de plakrand. Hiermee gaat het, wordt het geplakt op de auto en dit is de voorkant. En als het goed is, kunnen we hem dan zeg maar nu op de auto plakken. En dan kunnen we dat voorste folietje er voorzichtig vanaf trekken. Dit gaat in ieder geval beter dan die stickers die we met dat hindernismateriaal deden. Nu is het dus de kunst om hem zo strak mogelijk en zo recht mogelijk erop te krijgen. Dus ja, ga ik dat proberen of ga jij dat proberen? Sure. Ja, de sticker zit erop. Ik ben nu zeg maar, de letters goed op de auto aan het plakken. Je ziet ook als ik er overheen ga, dan komt er zeg maar, lucht tussen het folie. Dus we zijn even alle letters heel strak aan het doen. En dan ga ik zo meteen het folie er voorzichtig afhalen. En dan hoop ik dat het goed is. Oké. Gaan we het proberen? Even kijken. Oké, nou, moment of the truth. Hij gaat eraf. Oké, tot dusver lijkt het goed te gaan. Niet te veel naar je toe trekken, meer opzij trekken. Dus. Yeah. Lelijke blauwe streep weg. Oké, nou hij zit erop en hij zit er eigenlijk super mooi en strak op. Het is ook wel fijn dat we onze namen zeg maar niet los erop hoefden te plakken, maar dat ze er gewoon zo direct onder elkaar. Ik vind hem eigenlijk heel erg mooi. Ik moet nog eventjes een beetje die blauwe streep zo weghalen. Maar ja, ik ben met deze in ieder geval heel blij. Dus we gaan hem nu exact hetzelfde ook aan de andere kant doen. Ook zo op de voorkant. En ja, ik vind het toch wel heel tof, want dit wilde ik ook heel graag. Eigenlijk zie je het op alle vrachtwagens, dat de namen van de ruiters er zeg maar op staan. Dus ja, ik wilde dat natuurlijk ook heel graag. Wellicht dat we ooit in de toekomst nog een keer iets met een sticker van Destiny Sport Horses of iets anders. Misschien een foto zeg maar van mij. Maar ik wil dat niet te gekke regenboogvrachtwagen van maken. Maar dit wilden we in ieder geval heel graag. Dus ja, ik vind het super mooi. Ik hoop dat het goede kwaliteit is. Het voelt wel alsof het goede kwaliteit is. En het leek ook wel. De sticker was ook makkelijk te plakken. En bleef ook echt goed zitten in één keer. We hadden niet moeite dat we nog even moesten aandrukken of zo. Dus ja, dit is top. We gaan hem ook aan de andere kant doen. Oké, nou hier hebben we dus hetzelfde gedaan. Ook weer die streep getrokken. We moesten natuurlijk nu goed kijken dat we hem ook op dezelfde afstand hebben. Mijn vader zei, de vlag moet op dezelfde afstand. Maar ik zei nee, want de vlag zit nu natuurlijk aan deze kant. Want wij lezen van links naar rechts. Dus nou ja, dan komt de N in ieder geval hier die afstand vandaan. Hetzelfde als daar.
Dus dan komt hij er hier, komt hij er, nou ja, zo op. Dus we gaan nu eigenlijk gewoon weer hetzelfde doen, dus net aan de andere kant. Ja, het was super makkelijk om ze erop te zetten. Het was echt niet moeilijk. En ze, ja, ze zeggen dat ze lang blijven zitten. Ze zijn speciaal voor auto's. Dus we gaan gewoon, gewoon kijken. Maar ik ben hier in ieder geval super blij mee dat die erop zitten. Eigenlijk super easy. Ik kan het bijna geen klussen noemen dit. Oké, nou ik heb de hindernis staan. Hij staat dus op de rechte lijn op het midden. Zodat ik voor en na de hindernis zo lang mogelijk heb om er terug te nemen. Het doel is dat ik natuurlijk voordat ik bij het hek ben er terug heb. Maar ik weet dat dat de eerste keer lastig zou zijn om dat voor elkaar te krijgen. Hij wordt ook niet hoger dan dit. Ik laat hem gewoon zo staan. Omdat het gaat even niet om de hoogte. Het gaat gewoon omdat dit gewoon simpel wordt. Dus mijn opa jaagt net de kat uit de tuin. En hij is bezig. En die kat springt in de tuin. Dat mag hij eigenlijk niet. Oké, maar in ieder geval. Ja, ik ga dit straks eens met Ijfje doen. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze het gaat doen. Het allerbelangrijkste is gewoon dat we er met een goede, op een goede manier uitkomen. We hebben van de week goed afgesloten. Dus ik hoop dat ze dat vandaag kan oppakken. Dat ze dat gaat snappen. Net als die stelling. Misschien dat ze het wel. Hopelijk doet ze dat. Maar ik moet gewoon zelf rustig blijven. Dus ik uitleggen wat ik wil. Corrigeren als ze zeg maar weg willen rennen. En dan weer net zo ontspannen opnieuw heen rijden. Dat ze, en dan het goede gedrag belonen. Dus ja, ik heb er zin in en we gaan het straks zien. Oké, nou Ijfje is opgezadeld. Die heeft alleen nog haar hoofdstelletje in. En dan gaan we zo meteen lekker trainen. En ja, ik ga gewoon wat stukjes filmen. Ik ga verder niet heel veel uitleggen. Ik heb natuurlijk net al uitgelegd wat ik ga doen. Het is gewoon lekker ontspannen. Moet gaan springen. Ik hoop dat het lukt vandaag. We gaan in ieder geval ons best doen. En mijn vader gaat zo wat filmen. Dus ja, ik heb er zin in. Ik ga lekker hoofdstel in een cap op doen. En dan gaan we even lekker trainen. Goed zo. Ja, Ivy die staat weer lekker op stal daar. En ik ben eigenlijk niet zo heel erg ontevreden. Ze was in het begin wel braaf, ook met het loswerken. Natuurlijk was ze wel ietsjes heter omdat die hindernis erin stond. Maar nee, eigenlijk vond ik het helemaal niet zo heel verkeerd. Ja, ze gaat een paar keer er hard overheen. Tenminste, voor de hindernis ging eigenlijk best wel goed, maar het was vooral daarna wat dat ze zo hard wil. En ja, dan moet ik even een keer streng zijn. Dan moet ik echt zeggen van ho, want als dit in het parcours gebeurt, ik moet voorstellen dat hindernis hoger zijn, snel achter elkaar, daar kan ik gewoon over de kop vliegen. Dus ze moet gewoon weten wat wel en niet kan. En ja, dan moet ik even een keer strenger zijn. Maar ik ben, zolang zij braaf is, blijf ik rustig. Maar ik moet wel corrigeren, zeg maar. Maar ik kreeg daarna ook echt wel een paar keer heel mooie reactie van. Zeker de laatste twee keer rechtsom. Dat was heel goed. Ja. Toen was ze eigenlijk al binnen 3 galopsprongen terug. Dus ja, super blij mee. Dus ik ben echt niet ontevreden. We gaan gewoon stapje voor stapje en het komt helemaal goed. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden met die stickers en met Ivy natuurlijk. En ja, geef deze video in ieder geval eventjes een duimpje omhoog. En wil je nou nog mijn vorige video zien? Check dan even die op de afspeellijst. En hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie. Doei doei!